Hallo mensen en welkom bij onze rondleiding van de bus. Vandaag laten we jullie alles zien van ons mooie huisje op Bielen, waar we alweer 1,5 jaar in hebben gewoond en gereisd en die vandaag dus te koop staat. Ons mooie huisje op Bielen, waar wij dus 1,5 jaar in hebben gewoond en gereisd. En ondertussen hebben wij dus ons mooie huisje gevonden hier in Zweden. En is het dus tijd voor de volgende gelukkige eigenaar. Ja, en we hebben met de bus door 2 winters gereden en 1 hele lange zomer. En we zijn wel van min 35 tot ongeveer plus 45 gereisd. En we hebben het eigenlijk altijd wel comfortabel gehad in de bus. We zijn hier dus bij onze oprit van ons mooie huisje hier in Zweden. En we gaan dus de hele bus belangs. Er zijn ontzettend veel systemen die we in alle details gaan vertellen. En jullie ook van alles laten zien. Het wordt dus een lange video. We gaan hoofdstukken maken in de video. Wil je dus doorskippen? Wil je iets zien? Kijk in de tijdlijn en dan kan je naar het volgende hoofdstuk skippen. We hebben dus 1,5 jaar in gereisd en gewoond. En het bouwen heeft ons wel echt een jaar gekost of zo. Dikker jaar. Het was echt een super intensief jaar. Ja. En ja, met alle resultaten waar wij natuurlijk heel erg blij mee zijn geweest. We hebben er echt dus heel comfortabel in kunnen leven in alle seizoenen waar we geweest zijn. Zeker weten. 32 landen ongeveer, superveel gezien. Ja, nu is het dus tijd voor de volgende gelukkige. En we gaan beginnen en in de buitenkant. Onze bus is een Fiat Ducato uit 2015 met 130 pk. In de zijkanten van onze bus zijn dus 2 hele mooie Dometic S7P ramen gemonteerd. Die ook nog heel erg blenderend zijn. Het zijn echt super fijne ramen. Op het dak van onze bus is een zelfgemaakt dakrek dat we hebben gemaakt van aluminium profielen. 40-20 profielen en 80-20 profielen. Ja, dit dakrek is dus helemaal zelf gebouwd. En daar zitten ook op onze zonnepanelen zitten daar bovenop. Onze zonnepanelen dat zijn 5 zonnepanelen van 100 watt. Samen dus 500 watt. Aan het dakrek zit dus ook onze luifel gemonteerd. En dat is een Fiamma 45S luifel van 3,5 meter. Dat is echt een mega groot ding. Die echt ideaal is in alle omstandigheden. In de regen of in de zon. Dat is een hele fijne grote luifel. Ook zitten er in ons dak 2 Maxfans Deluxe gemonteerd. Deze zorgen voor optimale circulatie in de bus. Ja, dit zijn echt hele fijne dakventilatoren. Aan de linkerkant van de bus hebben wij een Maxfan Dome gemonteerd. Dit is een hele fijne ventilator die in de douche wordt gebruikt. Deze ventilator is echt super krachtig. Je drukt hem uit. Hij is ook waterdicht. Er zit een kap omheen. En die zuigt dus echt alle warme lucht en de stoom en het vocht uit de douche wanneer je deze gebruikt. Onder de bus zit ook nog een heleboel gemonteerd. Bij de achterwielen hebben wij hulpluchtveren gemonteerd. Dit is echt ideaal, waardoor de bus lekker hoog op de wielen staat. Super comfortabel rijdt. Ja, en het gewicht is ook veel meer verdeeld. Ook hangt onder de auto onze LPG damptank. Deze LPG damptank is 55 liter en die verzorgt de boiler en het kookstel van gas. En ja, daar gaan we wel ongeveer 4 maanden mee vooruit. 4 maanden fulltime leven. Ja, dan is hij pas leeg. En het is super goedkoop om te vullen, want je vult gewoon LPG aan de pomp. Dat is echt ideaal. Hier zit de vulopening in de bumper. Dan schroef je de vulnippel in en je gooit hem gewoon vol. Heel makkelijk. Een van de 2 vulopeningen voor het water zit hier. We hebben ook eentje binnen. Mocht het heel erg vriezen, dan kan deze bevriezen. En dan kan je vanuit binnen nog steeds vullen. En ook de stekker voor de walstroom, die zit hier op de bus gemonteerd. Ook hebben wij hier in de bumper van de auto hebben wij een motor voorverwarm geïnstalleerd. Dat is een motor op diesel. En die start je voordat je de auto start. Verwarmt het hele blok voor. Het koelvloeistof van het blok verwarmt die voor, waardoor het motorblok lekker warm wordt. Ja, wat weer heel erg goed is voor je behoud van je motor. Hij slijt met extreme kou onnodig veel als je hem zomaar start. Dus dit is een hele fijne optie als je echt in de winter wil kamperen. En dat heeft ons heel vaak geholpen. En we hebben hem ook ontzettend vaak gebruikt. Onze bus is dus heel erg voorbereid op het koude weer. We hebben dus 2 maanden in deze bus gereisd. Zelfs door temperaturen van min 30, min 33, min 35 in het noorden van Finland. En daarvoor hebben wij de bus ook extreem goed geïsoleerd met Armaflex. De hele bus is geïsoleerd. Zelfs de cabine hebben we helemaal geïsoleerd met Armaflex waar het kan op de vloer en op het plafond. En we hebben ook echt geen stukje overgelaten. De deuren, alle panelen om zo min mogelijk koude bruggen te hebben die de warmte uit je cabine wegtrekken. Zo is de schuifdeur ook helemaal afgewerkt met isolatie en met vilt. Alle hoekjes van het metaal zijn weggewerkt en daarover zijn weer hele mooie panelen gemaakt.
Dit is onze super fijne zithoek met eigenlijk wel plek voor 4 mensen. Nou, wij zijn altijd met z'n tweeën geweest, maar het is best wel fijn om af en toe ook eens af te wisselen. We kunnen naast elkaar zitten en je hebt best wel veel ruimte zo. In onze bank zit dus ook een gordelbok gemonteerd, waardoor hij dus gordels heeft en ook dus 4 personen op kenteken heeft. Dus je mag hier met z'n 4 in reizen. De beide voorstoelen die hebben dus een draaiplateau, waardoor ze heel mooi te betrekken zijn bij de zithoek. En de tafel die heeft een lagoon tafelpoot, zodat hij helemaal aan alle kanten kan bewegen. En op deze manier zaten wij dus wel het meest. Het is een hele fijne werkplek en het is ook gewoon een hele fijne chillplek. Het zit heel lekker en het is ook echt wel een hele grote tafel. De zithoek heeft ook 2 bovenkastjes van de 8 die in de bus zitten. En dit is ook tevens onze plek van ons controlepaneel van alle monitoren van de hele bus. Hier zie je de Victron BMV van onze accubank, de LPG meter voor de tank. Dit is de Autotherm Comfort Control voor de thermostaat van de standkachel. We hebben het paneeltje van de boiler, de elektrische kant en de gaskant. En we hebben een watermeter die voor de vuilwater en het schoonwater is. Wat ook super fijn is, zijn de 2 leeslampjes die we hier hebben. Ze zijn super makkelijk bedienbaar met je vingers, kunnen alle kanten op. En ze hebben 2 USB-aansluitingen voor bijvoorbeeld je telefoon. De hele zithoek is op een verhoging gemaakt, op een plateautje. Dit is heel fijn, zodat je op dezelfde hoogte zit als de voorstoelen met je voeten. In het plateau is ook een heel mooi opbergvakje gemaakt. Alle ruimte over, dus dat is een mooie bak. Nou, voor spelletjes, daar gebruikten wij hem voor. Ja. Ideaal. Boven de cabine hebben wij een hele grote opbergruimte gemaakt. Deze opbergruimte is dus ook volledig geïsoleerd naar buiten toe. En deze heeft 2 mooie schuifdeurtjes. Ja, en dit is echt een mega groot vak waar je ontzettend veel kwijt kan. De cabine die is ook heel mooi af te sluiten met het hele zware verduisterende gordijn. Nou, dat is echt onmisbaar als je in de kou kampeert. Want via de cabine dan verlies je eigenlijk bijna al je warmte. Ook dit raam heeft een duo plissé. Dat is een verduisterend gordijn. En een hor in 1. Hier bij de zithoek hangt ook een afstandsbediening van de voorste Maxfan. Ideaal en altijd onder handbereik. Onder de tafel zitten 2 dubbele stopcontacten voor 230 volt. En ook nog 2 12 volt USB poorten. Ook voor je telefoon en andere apparaten. Onder de bank die afneembare kussens heeft, zit een opbergruimte. En hier zit ook dus de boiler van de bus. Dit is een Truma B12 elektrische gasboiler. Die 12 liter heeft en dus al ons warm water verwarmt. Van de zithoek kijken we de hele bus door en dat valt wel op dat we heel veel met hout hebben afgewerkt. Dat is echt een super mooie lichte look in de camper. En de camper heeft ook 6 dimbare spotjes die je met je vinger beweegt. Die zijn op touch, die je heel fijn kan instellen. In het plafond zitten dus ook de 2 Maxfans Deluxe. En deze hebben een eigen zonnewering, wat heel fijn is voor de nacht bij vroeg licht. En ook voor isolatie is dat heel fijn. In de bus hebben we een totaal van 8 bovenkastjes in verschillende maten en groottes. De bovenkastjes in de hele bus werken met een push-to-open klikkertje. En die blijven dus ook heel mooi staan door een mooie kast uit te zetten. Dan gaan we door naar de keuken. En dat is een hele fijne grote keuken. We hebben een hele fijne koelkast. Een Isotherm Cruise van 85 liter. Deze heeft ook een klein diepvriesvakje, wat ideaal is. Boven de koelkast zit een verlengstuk van het aanrechtblad. Een soort snijplank. Maakt het net wat meer werkruimte op het aanrechtblad. Onder de koelkast zit een hele diepe la. Die ideaal is voor voorraad of voor schoenen, vlak bij de deur. En deze sluiting van de lade, die werkt met een mooi leren bandje. Dat hebben we ook in de lades van de keuken gedaan. Dus ideaal, want dat gaat gewoon nooit open. Dat is echt heel fijn in de bochten. Nooit problemen met kapotte sluitingen of lades die open knallen. Ook zit hier een blaasopening van de standkachel. Dit is 1 van de 3 blaasopeningen die we hebben in de bus. Ideaal voor de warmteverdeling. Het aanrechtblad, dat is een grenen plaat dat helemaal ingeolied is met keukenbladolie. Dus die is heel erg duurzaam en die kan je gewoon elke keer inolie wanneer het nodig zou zijn. In de keuken hebben we ook een hele fijne LED-balk onder de bovenkastjes. Deze verlicht je werkblad ideaal tijdens het koken. Ook hebben we hier een heel mooi klein kruidenrekje. Hier passen al je kruidenpotjes in die je wil meenemen. Ideaal. Onder het aanrecht zijn 3 hele grote lades. 3 verschillende soorten lades. Grote voor je pannen en een bestekla en nog een middelmaatje. Hele fijne grote opbergruimtes. En al deze laders die werken met een soft close mechanisme. Dus je kan ze gewoon dichtgooien. En ze sluiten heel mooi zacht. En dit is ons pareltje van de keuken. Dit is een Tedford Triplex. Dit is een 3-pits gasfornuis met een heel mooi overtje erin. Heel klein overtje, maar super bruikbaar. En dat was voor ons wel echt een hele grote uitkomst voor het koken. We hebben op de bus een gasafsluiter. Die met een
elektronische schakelaar werkt. Dus je moet het gas handmatig inschakelen voordat je gaat koken. De spoelbak is een hele grote vierkante spoelbak met een mooie kraan die ook een spoelfunctie heeft en ook heel makkelijk te bewegen is. Ideaal om je vaat te spoelen. Wat wij ook heel makkelijk vonden was dit kastje. Dit hadden we initieel voor schoenen gemaakt, maar deze prullenbakjes van de IKEA die passen er juist heel goed in. Hier hebben we ook nog een smal kastje en hier bevindt zich het waterfilter van ons. Tegenover de keuken hebben wij nog heel veel opbergruimte. Links is een kast met een hanggedeelte waar je heel veel kleding kan ophangen. Daarnaast is een hele grote apothekerskast en deze is echt ideaal voor al je boodschappen. Hele fijne uittrekkast en ontzettend groot. En daaronder hebben wij een mooie la. Die gebruiken we altijd voor elektronica. Mooie diepe grote la. En daaronder is nog een hele grote kast voor wat je maar wil verzinnen. Rugtas. Rugtas, een hele diepe kast. In deze kast zit ook een uitneembare bodem. Want hieronder zit onze standkachel. Deze plaat kan er helemaal uit. En dan ziet het er ongeveer zo uit. Deze kan er ook nog uit voor het onderhoud. Want de standkachel die moet natuurlijk gewoon uitneembaar zijn. De standkachel, dat is dus een autotherm 4 kW diesel standkachel. En dat is echt een hele fijne kachel. Deze heeft 3 blaasuitopeningen in de hele bus. 1 in de leefomgeving, 1 in de douche en 1 in de garage. En deze worden allemaal bediend door de autotherm Comfort Control. Dit is een heel fijn bedieningspaneeltje. Er zit een thermostaat in, zitten allemaal timers in en heel veel verschillende werkingen. Om te zorgen dat je bus nooit bevriest. Want dat is de belangrijkste reden dat wij zo'n systeem aan hebben gelegd. Dat je de bus ook met alle vertrouwen kan achterlaten in de winter. En dat die gewoon op temperatuur blijft dat jij wil. Dit is dus de Comfort Control. Hij heeft een thermostaat, hij heeft een temperatuurmodus, hij heeft een vermogenmodus. Ja, en dat is heel fijn en heel erg nuttig als je in koudere temperaturen gaat kamperen. Een van de blaasopeningen van de standkachel, die zit in onze douche. En onze douche, dat is een hele multifunctionele camperdouche. Onze douche, dat is namelijk een douche, een wc, een kledingkast en een droogkast in één. Hij heeft een uitneembare kastroede die je eruit kan halen en waar dus heel veel kledinghangers aan kunnen. En dit is onze Max Air Dome die je van buiten al hebt gezien. Met de ringverlichting voor al het licht dat je nodig hebt. En de ventilator die je dus naar buiten drukt en vervolgens aanzet. Dat is een hele fijne ventilator. En superkrachtig. De douchekop, dat is een gewone douchekop samen met de kraan, een thermostaatkraan die je kent uit je huis. En daar is dus de blaasopening. Deze die is open en dicht te doen. Voor als je gaat douchen, dan sluit je hem af. En wil je hem gebruiken als droogkast of om de douche te drogen na het douchen. En dan zet je deze open en dan gaat de standkachel aan. En dan is deze cabine binnen no time helemaal warm. Onze wc, die hebben we een beetje zelf in elkaar geknutseld van verschillende modellen. Het is een scheidingstoilet en dit toilet die scheidt dus het vaste van het vloeibare. Waardoor het echt heel makkelijk weg te gooien is. Dit is echt een van de dingen die de camper heel zelfvoorzienend maakt. Een chemisch toilet is in de praktijk niet handig. Zeker niet als je niet op campings wil komen, want wij komen eigenlijk nooit op campings. Dit toilet, dat kan je gewoon heel makkelijk lozen en weggooien bij het afval. De wc, die is dus uit te nemen. Die kan losklikken van de houten vlonder die er zit. De vlonder gaat eruit en als je wilt douchen, dan gaat het douchegordijn dicht. En de deur van de douche, dat is een, hoe noemen ze het? Het is een kastdeur. En het is een hele fijne deur die gewoon ook echt wel bij het interieur past. En ook nog heel mooi afsluit. De complete douche, die maakt de bus echt super zelfvoorzienend. Het is een hele, hele fijne plek. En het maakt ook gewoon dat je eigenlijk niet op campings hoeft te komen. Want volgens mij hebben wij in onze anderhalf jaar reizen, volgens mij nog geen 4 campings gezien om een wasje te draaien. Nee, klopt. Douchen is heel fijn. Met een boiler die op stroom werkt. En op gas heb je zomaar warm water en dan kan je prima met z'n tweeën achter elkaar douchen. Dat is heel fijn. En we vonden het zelfs fijner om gewoon in de bus te douchen dan bij een campingdouche. Ja, dat is niks fijner dan als je eigen doucheplekje in je eigen huisje natuurlijk. Dan komen we bij het bed. Het bed is een vrij hoog bed, waardoor de garage heerlijk groot is. En het bed is gemaakt van lattenbodems die op bedbalken liggen. Een matras is een koud schuim matras op maat gemaakt. En dat ook een heel fijn matras is van nog geen 2 jaar oud. De afmetingen van het bed zijn 1,93 bij 1,40. Dus dat is voor mijn lengte. Ik ben 1,83. Ruim voldoende om gewoon prima in te liggen. Ook is de staalhoogte in de bus ook voor ons gemaakt. Ik ben 1,83 dus. En ik heb ik denk wel 5 centimeter over. En ook hier hebben wij weer een dubbel stopcontact met 230 volt. En ook weer USB-uitgangen en 2 leeslampjes of bedlampjes die hier hangen. Dezelfde als bij de zithoek.
Ook hangt hier de afstandsbediening van de achterste MaxFan. En ook deze MaxFan die is weer af te sluiten met hetzelfde zonsverduisteringssysteem als de voorste MaxFan. Ideaal in het bed waar het echt onmisbaar is. Boven het hoofdeinde van het bed zijn iets kleinere kastjes als bij het voeteinde. Deze bij het voeteind zijn namelijk wel iets groter. Hier ben je namelijk minder ruimte nodig dan bij je hoofd. En dat is toch wel fijn dat die iets hoger zijn. En ook de achterdeuren die zijn volledig geïsoleerd met Armaflex en helemaal bekleed met vilt, dat er eigenlijk geen stukje ijzer te bekennen is. En dus ook helemaal geen kou van afstraalt in de winter. De twee stopcontacten bij het bed maken samen met de twee in de garage nog dat wij 8 dubbele stopcontacten voor 230 volt hebben in de bus. En dat is echt ideaal dat je op elk punt wel een paar stopcontacten hebt. Want die zijn op sommige momenten ook zeker allemaal wel bezet. En toen waren we alweer toe aan de garage van de bus. Het is een ontzettend grote garage die ontzettend veel opslagruimte heeft. Boven het bed hangt nog wel een gordijntje dat je vanaf deze kant iets beter ziet. Dat is eigenlijk een vitrage en die... is echt super nuttig in de zomer, moet ik zeggen, voor muggen. Die hebben we heel veel gebruikt. Als je toch wil doorluchten 's avonds en geen zin in muggen hebt, dan schuif je deze dicht. En eigenlijk is het ook nog best wel veel privacy als je even in bed wil liggen. Ja, want je kijkt niet meer naar binnen eigenlijk. Nee, dat is echt wel heel fijn. En ja, de garage. We hebben al verteld dat die verwarmd is dus. Daar is de uitblaasopening. En die werkt dus ook op standkachel. Deze uitblaasopening is onmisbaar voor de accu's die je daar ziet. En ook voor de watersystemen aan de andere kant. In de winter wil je natuurlijk niet dat dat te koud wordt. Op dit moment hebben wij er 4 grote kisten in gezet. Die passen hier heel mooi in met spanbandjes. Die bieden ontzettend veel opslagruimte. De hele ruimte van de garage is meer dan 1000 liter aan opslag. En dat is ook echt een hele bruikbare opslag. Wij hebben hier dus ook een systeem in gemaakt waar onze campingtafel op staat. Het is een klein ijzer gootje waar die inschuift. Waar onze stoelen weer achter staat. En wat zo tegen de muur aangeshort wordt. Om iets meer te vertellen over de garage, gaan we de garage eens even leeghalen. De garage nu helemaal leeg. En nu is dus ook heel goed te zien hoe de lattenbodems van het bed op bedbalken liggen. En ja, dat is een heel modulair systeem, want je pakt alles er zo uit. En je hebt een hele grote bus. Aan de rechterkant van onze garage, daar is het hele watersysteem te vinden. En aan de linkerkant is alle elektra te vinden. Het watersysteem is helemaal gemaakt met koppelingen en leidingen van het John Guest systeem. Dat zijn deze soort kliksluitingen, pushsluitingen zijn het. Heel fijn, werkt heel makkelijk. En we hebben hier een Sureflow 2 bar waterpomp met een Fiamma drukvat. De watertank die zit hier achter en dat is een ontzettend grote watertank, 120 liter. Die vullen wij ook echt niet altijd helemaal tot het maximale. Maar je hebt wel de mogelijkheid om er heel lang mee te kunnen. Ook is hier de tweede vulopening. Mocht de buitenste bevriezen, dan kan je altijd deze dopper afdraaien en hier het watersysteem nog vullen. Dat gebeurt wel eens als het min 20 is. Het vuilwatersysteem heeft nog een 65 liter vuilwatertank die onder de auto hangt. Die is dus niet verwarmd, maar het schoon water dat is dus wel verwarmd en die bevriest dus ook nooit. De buitendouche die is hier te vinden. Hier klik je een slang in en je kan lekker buiten douchen. Ook ideaal in de zomer. Ons watersysteem wordt gefilterd, deels in ieder geval, door een Aqualogic waterfiltersysteem. In het grootste kastje hebben jullie gezien, daar hangt ons waterfilter. Dat is een inline waterfilter van Aqualogic. En deze filtert al het drinkwater van de koudwaterkraan. Dus niet al het water, maar echt alleen het drinkwater. Ja, dat filtert die. Dat is echt onmisbaar voor ons geweest in heel veel landen in Europa. Waar het drinkwater een beetje discutabel is. En dan hoef je nooit zorgen te maken, want je hebt altijd veilig en schoon drinkwater. En dan de elektra. Onze elektrische systemen zijn voornamelijk gemaakt met Victron systemen. Hele fijne apparatuur die allemaal te monitoren is met de Victron app via Bluetooth en heel fijn samenwerkt. De elektra is dus helemaal aan de linkerkant gemonteerd en hier hebben wij een hele grote accubank. Dit is een accubank van 3 lithium accu's van 100 ampère, dus 300 ampère uur lithium accu's hebben wij. Onder de accubank is de Smart Shun te vinden van Victron. Die in verbinding staat met de Lynx distributor, waar alle systemen bij elkaar komen. Het is gewoon een hele grote busbar die heel mooi samenwerkt met de systemen van Victron. Daarnaast hebben wij een Orion TR. Dit is een oplader die jouw huishoudaccu's bijlaat tijdens het rijden met 30 ampère. En de zonnelader van Victron, dat is een MPPT 150-35 die alle energie van de zonnepanelen omzet naar de accubank. Daaronder hebben wij de Victron Multiplus Compact. Een hele fijne omvormer en lader. Het is een 1600 watt omvormer.
met een 70 ampère lader. Dus dit is ook de lader die je gebruikt als je aan de paal staat. Dan laat hij dus de accu's op. Deze omvormer heeft dus ook een power assist systeem. Dit levert dus stroom vanuit je accu's naar je gebruikers als je dit nodig bent, als je aan de paal staat. Dus het overige gebruik wordt dus dan uit je accubank gehaald, wat niet bij de paal weggehaald kan worden. Dat is ook heel fijn. En het hele 230 systeem wordt verdeeld in een klein groepenkastje door de hele bus heen. Een hoofdschakelaar voor de zonnepanelen en twee zekeringkastjes voor alle gebruikers in de hele bus. Ook hebben wij verlichting gemonteerd in de garage. Wat heel handig is als je in de avond een keer iets uit je spullen moet pakken. Hier is ook nog een dubbelstapcontact te vinden. En een van deze aansluitingen is de wal-aansluiting, de bovenste. Die werkt alleen als je aan de wal staat. Dus mocht de omvormer nou kapot zijn, dan heb je altijd nog stroom als je aan de wal staat die de omvormer passeert. Ons elektrosysteem maakt ons mega zelfvoorzienend. Onze grote accubank zorgt ervoor dat wij echt dagenlang in het wild kunnen staan zonder dat we stroom nodig hebben, zonder dat we het hoeven te rijden of zonder dat de zon schijnt. Dit is echt een hele fijne uitkomst geweest in al onze reizen door Europa. Onze bus heeft ook de nodige beveiliging, wat ook heel fijn is. Zo zit er op de achterdeuren een vergrendeling die je van binnenuit kan bedienen. Zo kan je de deuren van binnenuit dus vergrendelen. De achterdeur heeft een HeoSafe schuifslot die de achterdeuren vergrendelt. Ook de schuifdeur heeft een HeoSafe vergrendelslot. De beide voordeuren die hebben ook een vergrendeling van HeoSafe. Zo kan je ze op slot draaien van binnenuit. En dit is eigenlijk het meest belangrijke van alle beveiliging, vinden wij. Want de buitendeuren van de voordeuren zijn heel makkelijk open te maken van Fiat. De schuifdeur die heeft ook een vergrendelsysteem van HeoSafe. Die kan je zo op slot drukken. En op de versnellingsbak zit uiteraard een bearlock. Die vergrendelt de versnellingsbak in de achteruit. We hebben dus een hele goed beveiligde bus. En wij hebben ons ook altijd heel erg veilig gevoeld in alle landen waar we geweest zijn. Voor de rest hebben wij ontzettend comfortabel gereisd in deze bus. Zeker. Dat was een hele fijne bus. In de zomer en in winter. Alle seizoenen. Heel fijn gereisd. Heel fijn gewoond. En we hopen dat de volgende eigenaar er ook heel erg blij mee is. En we hopen ook dat de mensen die geen interesse in de bus hebben, het ook alsnog heel leuk vonden om deze rondleiding te zien. Ja, de Ventour die heeft lang op zich moeten wachten. We hadden het al een jaar geleden gepland, maar het is er nooit van gekomen. En nu bij ons nieuwe huisje is hij toch eindelijk gekomen. Ging het nu allemaal te snel? Dat kunnen wij begrijpen, want het was heel veel informatie. Scroll gerust terug door de video. Alle hoofdstukjes staan gemarkeerd waar we het over hebben. En de link van de advertentie van onze bus, die nu te koop staat dus, die vind je in de beschrijving van de video. Wil je meer weten? Neem dan ook contact op via deze advertentie met ons. En dan vertellen we je uiteraard meer of om een afspraak te maken. Over een paar weken zullen wij dus met de bus naar Nederland vertrekken. En dan kun je ook een bezichtiging plannen. En dat kun je ook doen via de link in Marktplaats. Wij sluiten met onze bus straks dus ook echt een heel erg hoofdstuk af. En we hopen in ieder geval wel dat jullie van deze video genoten hebben. En van al onze reisavonturen. We hopen dat jullie bij de volgende video zijn. En we bedanken jullie voor het kijken. Doei doei! Doei doei!